We staan hier in de Circus Bar. Ik denk vooralsnog wel mijn favoriet, omdat ze, nou ja, ze hebben het gewoon goed opgepakt. Ze hebben het snel met z'n allen kunnen klaren. En nou ja, hieromheen, je ziet eigenlijk gewoon direct dat je een beetje zo'n circus zit met de verschillende dieren. Je hebt een ticket sale wat dan de DJ booth is. En je hebt allerlei verschillende dingen die ze gewoon op een hele leuke manier verwerken. En ik zie het echt al helemaal als een soort club. Dit gaat uiteindelijk de keuken worden van het restaurant. Dus hier gaat alle apparatuur staan, staat dan deel klaar. Hier zullen dus alle kreeften, alle oesters, alle salades bereid worden. En daarachter is de bar van het restaurant. En uiteindelijk zullen ze ook op het dak nog een buitenterras krijgen, waarin je heerlijk in de zon kan genieten van al je eten, al je hapjes, al je drankjes. We staan nu in de main stage. Dit was toen wij het gebouw eigenlijk kregen, was het buitenruimte. En wij hebben al deze muren hier met de hulp van de jongens van deze bar opgebouwd, geluidsdicht gemaakt. En zij zijn er nu een Chinees thema bar van aan het maken. Nou, en hier achter mij komt het podium. En daar zullen alle grote artiesten gaan optreden tijdens Lustrum. Spannend, want volgende week zaterdag toch? Volgende week zaterdag, ja, kijk, dat feest begint en in welke staat het dan is. Alle essentiële dingen zijn af en hoe leuk het er verder uitziet, dat is bijzaak. Maar ik heb eigenlijk het volste vertrouwen erin dat het allemaal goed gaat komen.